Jij dacht, ik doe het gewoon al, opa. Dik 400 newtonmeter, 0 naar 100, 5 seconden. Maar wij hadden dus een race uitgekocht. Maar jij hebt er nog één gekocht. Ik heb er gewoon nog één gekocht. Wat is er nou leuker om achter elkaar aan te rijden, toch? Och, jongens. Ondanks dat die groot is, die KN Coupé Hybrid, remt het toch nog wel lekker, hoor. Is het snel? Zit er een Cayman op mijn staart? Maar ik ga mijn best doen om die uit het oog te verliezen. 340 pk. Dik 400 newtonmeter. 0 naar 100. 5 seconden. Woe! 1,5 ton. Ruim. Och, maar wat gaat dit? En inderdaad, zoals ik zei, we zijn hem kwijt. Och, jongens. Ja, we hebben hem al een paar dagen bij ons. De KN Coupé Hybrid. Alcantara hemel, heritage interieur op de stoelen. Och, Alcantara stuurtje, nieuwe cockpit, nieuw center console ding. En voor dagelijks is dit wel gewoon hoe je het denk ik zou willen, hoor, jongens. Kofferbak is zo groot. Kan je je schoonmoeder in kwijt als dat zou moeten. Maar ik vind de looks van de KN normaal gesproken een beetje te ingetogen. Maar de KN Coupé daarentegen, ja, dit is het wel voor mij, hoor. En hier zijn we dus een paar dagen mee op pad voor de nieuwe serie Hot Laps. En op het moment dat ik nu naar de enige echte Jeroen Gillis hemzelf rijd, dacht ik, ik ga jullie gewoon nog eventjes wat vertellen over die auto. We hebben een Cayman zoekgereden met een Cayenne. Dat is iets, dat ga je waarschijnlijk nooit meer horen dat dat is gebeurd. Maar we hebben het gedaan. En wij gaan nu onderweg en door naar Haarlem. We gaan Jeroen in de race simulator stoppen, wat heel erg mooi wordt. Maar daarna gaan we sleutelen aan onze eigen raceauto. Tot die tijd wil ik eigenlijk nog heel even proberen. 0 naar 100 ongeveer. Dus ik wacht heel even op deze hobbel. Mexico. Eerste versnelling. Plat. Oh, die Cayman. Hij kan het niet bijhouden. En hij is ziek, jongen. Ik zie het. Die ader op zijn voorhoofd, die springt er gewoon uit. En het koppel is natuurlijk direct beschikbaar door die elektrische energie. Oké, op naar Haarlem. Deurtjes staan open. Kijk aan. Een hele goede morgen, yet again. We zijn weer in Haarlem, te gast bij Jeroen, zoals ik zei. Deze man is gewoon... Jij dacht, ik doe het gewoon al, opa. Maar dit is dus een soort, een andere aflevering. Een soort van hot laps, een soort van weer niet, zeg maar. Want wij hebben natuurlijk ook onze eigen raceauto, zoals jullie weten. Ik ben net op pad geweest met de KN Coupé. Hij gaat nu ook eventjes snel, of misschien duurt het iets langer dan de andere coureurs, een tijd neerzetten op de simulator voor het scorebord. En daarna gaan wij klussen, je hoort het goed, klussen aan onze eigen klussen. Noem je het klussen? Sleutelen, hè? Sleutelen, handen vies maken aan onze eigen raceauto.
Nee, 10-0. Ik weet het niet meer precies, man. Kan ik dat terugzien? Lekker! Hij doet zijn schoenen weer aan, jongens. Het zit erop. Mijn patas. We hebben de beelden teruggekeken. Ik heb het voor is beter. Het is beter dan we dachten. Holy shit. Jeroen Gillis, ja. Je mag hem zelf opschrijven. Oké. Okay. Stijn Schothorst, 16252. Jeroen. Ik kan net aan mijn eigen naam schrijven. Jeroen G. Is dat een soort in de koffernaam? Oké, jongens. Mijn achternaam is... Ja, Gillis. Onthoud dat. En nu de tijd. Want dit is 1-1. Dat is wel fijn, hè? Komt daar een 1 of een 0? Zo, dit is voor 1-0, mij een voordeel. Ja. Overwinning, hoor. 9, 5, puntje, puntje. Toen waren we het een soort van vergeten. Maar dit is gewoon een halve seconde onder mijn eigen personal record. Hij zei maar. Thanks, Sam. En nu? In de echte racewagen. Oh nee, eerst handjes vies maken. Ja. Want dan ga ik lachen. Ik moet nu dus gaan sleutelen aan een auto. Echt. Zoals vorige keer zei, ik ben blij dat ik een sleutel kan omdraaien in een auto. Dat is nog steeds niet veranderd. Het eerste wat we jou gaan laten doen, is de olie verversen. Dan wordt lachen. Dan ga je de olie laten verversen van dat ding. En daarna, als wij klaar zijn, dan gaan we sturen, man. Dan gaan we echt sturen. Ja, echt super, jongens. Van de simulator na zijn eigen raceauto. Holy shit. Ik zal verklappen dat wij gaan proberen om zeg maar de eerste rit te maken op het net nieuw gerenoveerde circuitpark Zandvoort. Nou, dat wist ik niet, maar... Ja? Ja. Proberen! Wij gaan dus op Zandvoort rijden in onze eigen raceauto. Ja. Fucking vet. Holy shit. Maar eerst gaan we sleutelen. Maar wij hadden dus een raceauto gekocht. Maar jij hebt er nog één gekocht. Ik heb er gewoon nog één gekocht. Wat is er nou leuker om achter elkaar te rijden, toch? Ja. Wat gaan we allemaal doen? Hij heeft 8 jaar stilgestaan. Dus 8 jaar stilgestaan? Ja, dus we gaan eerst even de olie verversen. We gaan de benzine eruit halen. En dan gaan we olie in het oliefilter vervangen. Accu? Accu gaan we vervangen. Accu vervangen. Is helemaal leeg. En dan gaan we kijken of hij het doet. Ja. En als hij het doet, dan gaan we groene platen. Even de groene platen op. En dan gaan we toch stiekem even kijken of hij het doet. En ook leuk op een soort side note. We zijn ongeveer midden in Haarlem, hè? Ja, midden in Haarlem. Ja. Eigenlijk Haarlem nog. Bijna centrum. Maar we vinden wel iets. Ja, ja. Sam, dit is een oliefilter. Okay. Ja. Echt sorry hoor, maar ik lijk nu misschien een beetje achterop. Ja, ik ben echt... Kijk, een oliefilter gaat daarop, de olie gaat door de motor heen. Ja. De olie wil door de filter. Daar is een oliefilter voor. Dat die zorgt dat de olie schoon blijft. Ja, ja oké. Okay. Nou, zover was ik met de oliefilter. Precies. Dat idee had ik. Ja. Maar hoe dat eruit zag, nee. Ja. Als je had gezegd dat dit een blikje Unox was. Ja, dank je wel. Maar waar zijn die worsten? Nee. Fast straight pipe. Hoppakee. Beetje, we moeten wel horen gewoon. Nee, wel horen, we moeten wel gewoon een beetje meeschreeuwen. Niet dat lachen. Nee, hoppakee. Kijk dit jongens. Een tijdje geleden tegen elkaar zeggen van jongens, laten we 1 raceauto zoeken, eentje kopen. Kom ik hier nu dus aan en staat er een tweede. Dus we hebben nu een BMW. Hier heb ik dus afgelopen week mee op de circuit gereden in Assen, ongeveer. En nu hebben ze er een Porsche 944 bij gekocht. Ja, ja bijna! Ja, kom maar. Nog een keer! Ja! Bijna! Ja! Ja! Kom op, Mike! Kom op! Het is net mijn oog! Dit is net zo'n Julia, hè? Ja, net zo'n Julia! Dit klinkt bijna. Bijna. We hebben in ieder geval wel 1 race uit die het wel doet. Ja? Oké. Okay. Ronde 2. Dat klonk overtuigender. Ja! Ja! Hij doet het! Hij doet het! Dit hoeft niet veranderd te worden. Komt u maar. Gaat-ie? Ja. Ja, dit is...
nou niet eens een keertje rustig gaan? Ja. Ik dacht dat we met beleid zouden rijden. Rijdt wel weer goed hoor. Ja, maar toch wel voor jou. Ja, goed zo. Ik lekker. Dat gaat lekker, hè? Ja, en zo, voordat je het weet, zit er gewoon alweer bijna een hele dag op. We zijn nog hard aan het werk, de auto is nog niet klaar. Maar aanstaande donderdag, 27 februari, dat is waarschijnlijk de dag nadat jullie deze video zien, moet de auto klaar zijn en staan wij op het circuit van Zandvoort als eerste van Nederland. Je gelooft het niet, maar wij zijn erbij en we doen dus als één van de eerste, wellicht de eerste, een rondje op het circuit van Zandvoort met onze Porsche en met onze BMW. Ik wil dus zeggen, gloedje nieuwe. Hij is niet helemaal meer nieuw, maar ze zijn wel tof geworden. Oranje wielen eronder, sowieso super herkenbaar. Er komen nog hele toffe stickers op. Maar dat gaan jullie dus allemaal in de volgende video zien. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Ik wil Jeroen en uiteraard Arjan bedanken dat zij dit ook een soort van mede mogelijk maken. Want zonder hun hadden wij geen raceauto gehad. Had ik geen eigen raceauto gehad. En dan gaan we eindeloos wat toffe circuits mee bezoeken. Ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken en niet te abonneren. En dan zien jullie heel erg snel. Hasta luego.